PSV-speler Jeffrey Bruma is maandagmorgen op de Achterweg Zuid in Eindhoven betrokken geraakt bij een ongeval. De verdediger was in zijn auto onderweg naar de training toen hij vlak bij de hertgang op de kruising bij de Bezuidenhoutseweg in botsing kwam met een andere auto. Bruma zelf bleef ongedeerd, maar de 3 vrouwen in de andere auto moesten met ambulances naar het ziekenhuis worden gebracht. 2 van hen zaten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.